Sieg Heil is hun slogan, Hitler hun idool, Vlaanderen hun favoriete plek. Zo'n 100 skinheads uit heel Europa zakten op 10 maart af naar Mechelen voor een neonazi-concert. Hier zijn pottenkijkers niet welkom. Toch slaagt onze cameraman erin om met verborgen camera binnen te dringen. Hitlergroeten volgen elkaar op. Skinheads met ontbloot bovenlijf en hakenkruis scanderen het ene fascistische lied na het andere. Die wonen hier gewoon niet thuis. Ik zie gewoon één wereld van één blank gras voor mijn ogen. Dat zie ik. Aaron is een overtuigde neonazi. Hij heeft er net anderhalve maand celstraf op zitten wegens racistisch geweld. Ik wou dat Hitler eigenlijk de oorlog had gewonnen gewoon door het feit dat we nu in een betere wereld zouden leven en dat we nu iedereen in zijn eigen land zat en dat we niet dat multicultureel gedoe allemaal nu aan zijn kop hadden. Dat werkt gewoon niet. En dan wist Hitler. Antwerpen, de ochtend van het neonazi-concert. Aan een benzinestation langs de snelweg verzamelen neonazis uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Vijf is in principe die is bekend, maar de locatie wordt ergens geheim gehouden. Tot op een bepaald moment dat u belt naar een telefooner, dan krijgt u de afspreekplaats waar u, als het ergens in België was of in Nederland, dat u rond 19 uur ergens afsprak en van daaruit in kolonne vertrok naar de plaats waar de vijf zich plaatsvond. In ons geval volgen we vanaf de verzamelplaats een wit busje met skins. Ze leiden ons naar Lommel, naar de begraafplaats van duizenden gesneuvelde Duitse soldaten. Voor het concert van vanavond willen de neonazi's hun helden eren. Met als eregast de Nederlandse Adolf Hitler, Stefan Wijkamp. Want wij gaan hier vandaag niet alleen onze helden van de Waffen-SS herdenken, maar wij herdenken hier ook onze helden van de Wehrmacht, van de Luftwaffe en van de Kriegsmarine. Want ook zij hebben hun bloed en uiteindelijk hun leven gegeven voor het Derde Rijk. De Nederlandse Hitler stond nog nooit in gesprek met de pers toe. Goedemiddag, met Stefan Wijkamp. Maar als we hem opbellen onder het mom dat we een Hitlergroepje willen oprichten in Vlaanderen, staat hij ons graag te woord. Ik zou bijna zeggen, sluit u aan bij het Vlaams Belang en kijk of daar nog wat radicalere mensen te vinden zijn. Maar ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig in Vlaanderen is. Vroeger was Vlaams Blok een uitstekende partij, met vond ik een goede radicale vleugel. Ik weet alleen niet of dat nog steeds zo is. We hebben nou denk ik een koers een beetje meer op regeren gezet. Ik zal de laatste zijn die zegt dat ik zo goed ben als onze vuurabel Vitman. Want ik heb dat altijd al tegen de jongens van ons ook gezegd. Je moet heel goed in de gaten houden, onze vuurabel Vitman. Dat was een genie. Dat was een briljant man. Ik noem hem ook wel een wereldwonder. En dat ben ik absoluut niet. Ik zeg altijd maar zo, imitatie is het grootste compliment voor het origineel. En ik wil onze Führer graag een compliment maken. Deze lookalike Hitler en zijn vrienden kennen een grote aanhang. In België alleen al zou de harde kern van neonazies uit zo'n 200 à 300 man bestaan. Aaron is een van hen. Als een allochtoon zijn pad kruist, wordt hij razend. X aantal maanden geleden hebben we eigenlijk een voorval voor gehad. Ik en een goede maat van mij.
Wij zijn toen op het drinken gegaan in het Nederlands. Wij komen buiten aan die discotheek en ja, we zien er twee Turken of Marokkanen, maakt niet uit, tegen zijn auto aanleunen. Natuurlijk, we bedenken ons niet, we zeggen van blijf van die auto af, hè. Daar heb je geen zaken meer om daar tegen te leunen. En zij natuurlijk met een grote mond, die zeiden van stomme Belgen, dit en dat. Ja, ik bedacht me niet en ik sloeg zo hard als ik kon direct op zijn gezicht. Mijn kameraad die sloeg ze neer. Ik had een boksbeugel in mijn handen en ik sloeg die zo hard als ik kon op zijn gezicht. Ik zag echt die kaak gewoon helemaal verwringen. En ik ben gewoon blijven kloppen. Ik heb daarvoor zelf een straf gekregen van 1,5 maand celstraf. En ik zal er niet aan nadenken om hetzelfde weer te doen. Had je die jongen ook geslaan als hij blank was geweest? Nee, dat had ik niet gedaan. Dat had ik echt niet gedaan. Die had ik gewoon gezegd van ga van die auto af of wilt je ons aan die auto laten? Na de herdenking op het kerkhof in Lommel krijgen de neonazi's een tweede geheime locatie doorgespeeld. Een parochiezaal in Mechelen. Blot en Onner heeft deze zaal gehuurd voor een internationaal concert. Michael maakte als lid van Blot en Onner heel veel van die concerten mee. Momenteel is hij eruit gestapt. Hij doet zijn getuigenis anoniem uit vrees voor represailles. Sowieso is daar altijd zo'n iets of wat agressieve sfeer. Misschien dat dat een klein beetje eigen is aan het totale concept. Er wordt gedronken, er wordt veel gedronken. Er wordt gedanst, gepoogd in dat geval. Alleen de muziek op zich is extreem rechts en het verwijst naar een bepaald gedachtegoed. Dat gaat over teksten, over Joden of tegen Joden in principe. Maar dat kan ook over Arabieren of over homo's of over politiek gaan. Een van die liedjes is een Duits liedje. Kortweg vertaald is dat Afrika is voor apen en Europa is voor witte. Dus lachwekkend in sommige gevallen, in andere gevallen gewelddadig. En er is niet alleen muziek. In de zaal ernaast worden ook gadgets verkocht. CD's met fascistische muziek, vlaggen met hakenkruisen en nazi-tijdschriften. Opvallend, tussen de ontblote mannenlijven ook een aantal meisjes. Als de dokter van Twee Straten verder dat gedachtegoed heeft en ergens in een bepaalde kringen zich mee begeeft, zou hij daar perfect aanwezig kunnen zijn. Nu, over het algemeen zie je daar jongere mensen het standaard skinhead type. In Duitsland en Spanje zijn neonazi-bijeenkomsten verboden. In ons land momenteel nog niet. Al is een wetsvoorstel tot een verbod op zulke bijeenkomsten wel ingediend. Maar intussen blijft Vlaanderen de verzamelplaats voor activiteiten van neonazi's in Europa. Kijk, ik vind dat dit de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en dergelijke, dat van ver overschreden wordt. Nee, ik vind dat gewoon niet kunnen. Dat Vlaanderen als het ware een soort walhalla geworden is voor dergelijke soorten organisaties. Dat men van alle delen van Europa naar Vlaanderen afgezakt wordt om Hitler te verheerlijken, om concerten te organiseren waar de meest walgelijke teksten worden gebracht en gezongen.